Ons project heet Samenwerken met ervaringsdeskundigen in de opleiding. Docenten hebben samen met ervaringsdeskundigen een gans opleidingsonderdeel gegeven aan studenten van de opleidingen orthopedagogie en sociaal werk. 400 studenten kregen tot nu toe de kans om in dialoog te gaan met die mensen over wat volgens hen goede hulpverlening is. Door het feit dat dat mijn kinderen en mijn vrouw en ik als kind zelf in een voorziening gezeten heb, had ik heel wat ervaring met hulpverlening binnen de voorzieningen. We hebben meer inzicht gekregen in de beleving van jeugdzorg. En we hebben ook meer begrip gekregen voor de reacties van de ouders. We hebben ook een evaluatie gedaan bij alle betrokkenen van het project. En uit de web-enquête bij de studenten bleek dat 92% van de studenten ons zegt dat het echt een meerwaarde heeft om ervaringsdeskundigen in te zetten in de opleiding. Dat ze geleerd hebben om na te denken over hun communicatie. En 84% van de studenten zegde dat ze geleerd hebben op een respectvolle manier in dialoog te gaan met mensen met uitsluitingservaringen. Hierbij willen we Wim de Klerk bedanken en herdenken. Hij lag mee aan de basis van ons project. Het was zijn grote droom om samen te werken met ervaringsdeskundigen in de opleidingen. Spijtig genoeg is hij halfweg maart overleden na een lange strijd tegen kanker.